Richard, het oerprogramma van macOS 10 mogen we toch wel de Finder noemen, denk ik? Ja, inderdaad. Ja. Het kan toch niet zo zijn dat hij niet veranderd is in Lion? Ja, hij is wel veranderd, Finder, maar waarschijnlijk niet in de hoop dat de meeste mensen zouden hebben. Er zijn in ieder geval geen schokkende interface wijzigingen op doorgevoerd. Wat wel nieuw is in de Finder is eigenlijk de categorie van al mijn bestanden. En in al mijn bestanden kan je eigenlijk een weergave krijgen van alle documenten die je hebt op je harde schijf, wat een beetje de populaire formaten zeg maar zijn. Dus bijvoorbeeld filmpjes, PDF-bestanden en dat soort dingen. Ja, je kan dat hier ook zien. Hier wordt het op dit moment ingedeeld per applicatie. Dus per applicatie kun je zien welke bestanden dat er op je harde schijf zijn. Eventueel kun je die view ook gewoon aanpassen zoals je zelf wil. Op het moment dat ik hier naar de map programma's toe ga, krijg je de programma's te zien en dan zie je ook dat je hier dus andere opties krijgt om te kijken. Dus je kan per programma categorie bijvoorbeeld kijken, dus de tools kun je van de social media en dat soort dingen scheiden. Hey, en als we dan nog eens even gaan kijken naar een van die programma's, naar QuickTime, wat natuurlijk ook standaard geïnstalleerd staat. Wat kunnen we daar aan nieuws in verwachten? Nou, QuickTime is eigenlijk niet zo gek veel veranderd. Het is nog steeds de QuickTime X player. Mm-hmm. Wat je wel ziet is op het moment dat je een screencast wil maken, kon je eigenlijk bij de vorige versie alleen maar gebruik maken van het volledige scherm. In QuickTime X heb je nu wel de mogelijkheid om alleen een bepaalde zone, sectie op je scherm op te nemen. En daarnaast heb je ook nog wat extra mogelijkheden voor het uploaden naar sociale media, zoals Flickr, Vimeo of Facebook. Helder.